Welkom weer bij een nieuwe weekvlog. We beginnen deze keer op zaterdag, want zaterdag hadden we een babyshower gepland voor Sanne. Dus daar zijn we nu. En we zijn nu in Echter bij Tea Time om daar Sanne te verrassen met een babyshower. Amy heeft trouwens heel goed geholpen. Die kwam ook met het idee om toch nog weer een tweede babyshower voor haar te regelen. Bij Vos hebben we dat natuurlijk altijd gedaan. En het leek ons leuk om dat voor deze baby ook weer te doen. Dus de verrassing was groot. Het is echt een heel mooie plek om te doen. Dit is in Echten bij Tea Time. Dus als je een keer wil high-tea, dan zou je dat echt hier een keer moeten doen. Het is echt fantastisch. Mooie omgeving ook. Dus dat is een aanrader. Kind, ja, precies. Dit brengt ook weer het kind in je naar boven, hè? Dus dat is altijd leuk. Maar het is wel even een kritische situatie. Je hebt dorstkeur al? Nee, niet zo lang. Hoef je niet meer drinken? Niet meer drinken? Maar je wil bewaren. Bewaren voor straks? Je kan ook naar de speeltuin. Moet je al aardbei? Toch een lactosevrij mannetje. Nee, stoere vent. Hoi. Hoi. Wat een lekker plekje, ik ben niet zo lang aan het geweest. Nee, ik ook niet. Dan moet je kijken hoeveel mensen hier gebruik van maken. Tentjes opgezet. Ja, mensen die hem heel hebben, houden mee. Een complete partytenten. Ja, partytenten. Gaan ze misschien ook nog wel barbecue of zo. Is zo? Die mensen ervoor aan, ja. Ja, dat zal me niet verbazen. Dat is hem op. Kijk. Ja.
Ja. Oh, je bent ook zo netjes opgevoed, zo well behaved. Ga je niet op het kleedje staan. We wilden eigenlijk ook nog even kastelen kijken. Het is een of andere kastelendag vandaag. En ik merk dat ik gewoon een beetje meer mijn houdingen moet afwisselen naarmate ik nu echt heel dichtbij die uitgerekende datum kom. Het is een beetje verkort duur, maar het was wel leuk, toch? Ja, ja, zeker. Heerlijke plek. Het is leuk. Ik moet ook altijd wat over de plek zeggen. Ja, heerlijke plek. Alleen maar heerlijke plekken. All week clear, you haven't heard it from me. Wouldn't call you if you just didn't do it for me. You were above all of the reason for our demand. Yes mensen, leuk dat jullie weer kijken. Fijn dat jullie er weer zijn. Vorige week hadden we helaas geen vlog vanwege de enorme drukte die we hadden. Dus ik kon helaas niet meer tijd vinden om überhaupt wat dingen te filmen en te monteren. Dus vandaar, ik heb last van allergie, sorry. Ja, hooikoorts. Vandaar dat er geen vlog was, maar... Oprispingen, baby. Deze week proberen we wat dingen voor elkaar te krijgen. Juk. Maar we hebben een paar... Sorry. Ik ben heel irritant. Oké. De afgelopen week hebben we wel, zoals jullie net hebben kunnen zien, wel een paar leuke dingen meegemaakt. We hadden nog een babyshower voor Sanne georganiseerd. Ja, wat lief. Ik had het dus nooit meer verwacht, want ik heb al een zoon. En ja, ik weet niet, ik had gewoon bij een tweede babyshower geen babyshower meer verwacht. Nee, is dat niet gebruikelijk dat je dat bij... Weet doe je nou maar niet. Alleen bij de eerste? Of? Nou ja, weet ik niet. Het is nou, wel zo leuk dat het nog... Weet je, dat het is niet minder mooi natuurlijk. Nee. Dat je een tweede kindje krijgt. Dus ik was heel erg verrast. Ja. Ik dacht eerlijk gezegd ook dat je dat misschien bij een tweede kindje niet doet. Maar Amy belde mij op. Dus alle dank voor Amy. Die zei van, nou moeten we nog even een baby shower voor Sanne regelen. Ik zei, dat is wel een goed idee. Ik zeg, ik weet niet of het gebruikelijk is. En toen zei ze van, nou, dat weet ik ook niet, maar het is wel leuk. En ik zei, dat is waar. Ja. Dus laten we dat dan gewoon doen. Was dus echt super lief. Ik weet dat je kijkt, dus nogmaals dank. En super leuk dat je eraan bent. Ja, dat is echt super leuk. En gewoon heel relaxed met een klein, fijn groepje mensen. En ja, niet te veel poeha. Het was gewoon leuk. Ja. Ja. Dus dat was leuk. In het kader van... Nee, dat is een beetje een kader van. Zeg, in het kader van deze vergadering gaan wij... Ja, gaan we naar punt 7. Sanne staat nu natuurlijk op punt om bijna helemaal los te gaan met de bevalling. En daar kijken we enorm naar uit. Maar, nu de datum steeds dichterbij komt, zijn er natuurlijk ook namen die we wel in gedachten hebben, maar die we uiteindelijk niet gaan gebruiken. Dus we dachten, dit is een mooi moment om die ook met jullie te delen. We hebben het al een paar weken geleden, al maanden geleden gevraagd van wat denken jullie dat we voor naam moeten gebruiken voor deze tweede baby boy. Ja. En er kwamen heel veel leuke namen voorbij. Pepijn, weet ik nog. Wolf, dat soort dingen. Maar Wolf. Vos en Wolf wordt misschien wel erg Bos, Jut en Jul-achtig. Ja. Nou, in ieder geval veel namen, leuke reacties. Wij dachten, hoe leuk is het om... de babynamen te noemen die wij wel echt heel leuk vinden. Ook voor een meisje, als dit een meisje was geweest. Ja. En voor jongetjes, maar die het gewoon niet hebben gehaald. Nee. We hebben eigenlijk best wel... We zijn best wel goed in jongensnamen verzinnen, vind je niet? We hebben in totaal 6 jongensnamen. Ja. Toch? Ja. Of kan ik nog niet zeggen? Niet voor 1 kind, hoor. Vos heeft 3 namen en we dachten van, nou, dan moeten ze een broodje ook 3 namen krijgen. Exact. Ja, ja, precies. Dus in totaal hebben we 6 jongensnamen, dus we hadden ook een heel elftal bijna kunnen maken. Maar goed, die namen zijn dus, hoe we het kindje gaan noemen, dat is eigenlijk gewoon gebleven. Alleen de roepnaam vinden we nu nog wel een beetje lastig. Ja. We wachten even af hoe die eruit ziet. Hoe de boy er daadwerkelijk uitziet en dan denk ik, die past. Het is wel echt een... Ja. Spannend. Ik ben heel benieuwd wat jullie van de namen vinden. Ja. Je kan nooit iedereen tevreden stellen, dus dat gaan we natuurlijk niet doen. We blijven gewoon lekker bij onze eigen. Ja. Dus laten we eens met een meisjesnaam beginnen die we niet gaan gebruiken. We hadden eigenlijk wel moeilijker kwamen aan meisjesnamen. Ja. En daar waren we nog niet zo stellig van overtuigd van als van de jongensnamen die we nu hebben. Nee.
Maar als het een meisje was geworden, dan stond op ons lijstje daar de naam Lou. L-O-U. Lou. Lou. Lou Reed. Lou Reed, ja. Ik vond Lou wel echt heel erg leuk. Vos en Lou. Lekker kort, krachtig, een beetje jongensachtig. Ik hou wel een beetje van jongensachtige meisjes. Namelijk Bobby, Lou. Bobby is ook wel leuk, ja. Ik vind heel klassiek, misschien Jackie vind ik ook nog altijd wel leuk. Jackie vonden we ook leuk. Ja, maar dan zouden we niet echt als roepnaam Nee, niet als roepnaam, maar wel eventueel als tweede naam of zo. Ja. Katie Joe was ook echt. Ja, als Vos een meisje was geweest, dan dachten wij aan Katie Joe. Katie Joe, ja. Mijn moeder heet Johanna, dus Joe vonden we echt heel erg leuk. Ja. Mijn zusje heeft later nog wel een meisje gekregen en die heeft als tweede naam ook Joe. Dus dat is Senna Joe. Ja. Dus we hadden dat nu ook niet meer gedaan, want je wil dan ook niet... Nee, precies, je wil dat niet meenemen. Meenemen. Nee, maar Senna Joe is er, dus Joe is al vernoemd. Joe is al, precies. Ja, Katie Joe, ja, dat verviel wel weer. Dat was nu niet meer ons... Nee, dat was nu... Nee, ook niet precies, Kate of Katie, dat was het ook niet meer geworden. Nee, dat was nog één. En, ik weet het, ja, bij Vos hadden we... We zouden niet... Katie Joe was een beetje de tweede, derde naam. Ja. En als roepnaam hadden wij... Eleanor, Noor. Oh ja, ja, klopt, ja. Eleanor, Noor. Ja. Dus gewoon Eleanor uitgeschreven, maar als roepnaam wel gewoon Noor. Noor, ja. Dat hadden we inderdaad bij Vos gedacht. Ja. Ook een beetje klassiek. Dat zijn een beetje onze meisjesnamen, denk ik. Ja, ja, ik weet niet. Ik zie nu kindjes geboren worden. Die is Juliette van Aniek, vind ik ook wel echt leuk. Ja. Vind ik een leuke naam. Ook wat klassieker. Ja, dus eigenlijk klassieke naam voor meisjes of een beetje jongensachtig. Maar goed, we krijgen geen meisje. Ik denk dat we nooit een meisje krijgen. Nee. Dus die blijven in de vrieskast staan. Dat gebeurt helemaal niks mee. Nee, dus, Boysnamen. Boysnamen. Bij Vos hadden we natuurlijk Vos Bullet James, zo heet hij voluit. Ja. Maar we dachten ook van, nou, we willen sowieso iets met James. En Vos komt er sowieso natuurlijk ook in. En we twijfelden ook over de roepnaam. Of we niet James moesten doen of Vos. Maar Vos vonden we toch zo uniek. Ja. En klopt. En toen schoot er ineens door ons hoofd van... Wat nou als we nog een naam met een K kunnen vinden? Want dan heeft hij in zijn voorletters heeft hij JFK. Ja. Dat leek ons wel heel cool, maar misschien maar een beetje freaky. We zien nog wel California, classic Hollywood geïnspireerde mensen. Ja, kwam misschien ook wel door, want in die tijd luisterde ook heel veel muziek van Lana Del Rey en dergelijke. Dus dat kwam ook best wel veel naar voren. Dan had je ook een nummer JFK, dus misschien was dat wel de inspiratie. Ja. En de K zouden dan gaan voor Kilian. Kilian. Dat is waar we... Een van mijn meest favoriete geurtjes. Ja, ook, ja. Dat is zo een geurhuis uit Italië. Yeah. En dat kun je kopen bij de Skins. Yeah. En ik heb een aantal geuren van Kilian. Bij Kilian heet dat. Yeah. Ja, Kilian vonden we ook wel heel... heel leuk. Heel chic. Dus dan zit je op James Vos Kilian. Kilian. JFK. Ja, maar Kilian was ook geen roepnaam geworden of nee, zo. Dat was, was meer een soort van leuke tweede of derde. Ja, Sanne die twijfelde ook, of twijfelde, die vond Moses ook heel leuk. En Moos vooral. Of sorry, Moos. Ja, Moses vind ik niet zo, maar Moos vind ik wel heel leuk. Moos. Maar we hebben een kennis, die heeft ook een zoon en die heet Moos. Die zei het trouwens heel leuk met kerst. It's the most wonderful time of the year. Ja, dus daar kon heel leuk. Moos. Vos en Moos, had ook wel gekund. Ja, dat zeker wel gepast. De grap is dat ik vroeger, zeg maar 10 jaar geleden of zo, Nathan een hele leuke naam vond. Dat vind jij echt walgelijk. Ik nu inmiddels ook. Maar wij zitten heel erg op één lijn. Ik denk dat, ik weet niet hoe het bij jullie zit. Hebben jullie kindjes, een man, dat je... Een man. dat je met je vriend eruit komt en een beetje op één lijn zit. Want ik weet dat er ook vriendinnen van mij zijn die dat niet per se hebben. Dat ze allebei heel verschillende smaak hebben in namen. Ja. Maar wij vinden het allebei meteen zo heel duidelijk. Ja, dat klopt. Maar ik ben ook een hele makkelijke man, dus dat zal... Ja, je hebt niet dezelfde smaak. Ja, zeker wel. Ja, we hebben zeker dezelfde smaak, dat maakt het allemaal zo fijn. Maar nee, ik moet wel zeggen, Sanne die is wel degene die het meest wel aandraagt. Ik moet aan sommige dingen ook nog wel wennen, zoals bij Vos moest ik ook wel wennen. Ja, dat is waar. Maar hoe meer je dat dan in je op laat gaan, hoe beter dat gaat. We waren met jongensnamen echt heel concreet, dus er waren wel een paar waarvan we dachten, nou... Die willen we misschien wel of niet gaan gebruiken. Ja. Maar we waren er eigenlijk in die zin al uit. Dus voor jongens hebben we niet echt veel extra namen. Nee, we houden dus niet zo van namen die
in lijstjes voorkomen. Dus bij een meisje was het ook wel meer het geval geweest. Van Lou is daar ook wel een top 10 naam. En voor jongetjes, ja. Nee, ik denk dat alle drie onze namen komen niet voor in de top 10 lijstjes. Nee. Nou, we zijn in ieder geval heel benieuwd wat jullie uiteindelijk van de drie laatste namen vinden. Zoals het kereltje. Ook al vind je het vreselijk. Ja, dan zei het ook zo. Maar die namen die gaan we natuurlijk bekendmaken op het moment dat onze boy ook geboren is. En dat is al bijna zover. Ja, Sander zit op 37 weken. Bijna 37 weken, dus het gaat echt heel snel. We hopen dat je deze weekvlog een beetje leuk vond. Het is natuurlijk niet helemaal een weekvlog zoals je van ons gewend bent. Nee. Volgende week gaan we wel weer tegenaan. Ja, er is best wel veel gebeurd de afgelopen weken. Dus de babykamer is onder andere klaar. En er zijn nog wat leuke andere dingetjes bijgekomen. Dus daar gaat Sanne jullie allemaal in meenemen. Maar voor nu was dit hem in ieder geval. Dus bedankt voor het kijken. Dank voor het kijken. Dank voor het abonneren. Tot volgende week. Tot volgende week. Doei.